Niet voor de eerste keer was oktober een moeilijke maand voor beleggers en de rust is nog niet helemaal teruggekeerd in de markten. Wij denken dat dit een correctie was en geen capitulatie van de bullmarkt. Maar ook dat de volatiliteit en de risico's hoger blijven. En daarom zijn we niet van mening dat het tijd is om risico drastisch te reduceren, maar wel om voorzichtiger te worden. Voor die volatiliteit zijn een aantal redenen. De eerste is wat er met de grote technologieaandelen is gebeurd, de Amerikaanse FANGs. Die waren verantwoordelijk voor een groot deel van het momentum in de Amerikaanse markt de laatste tijd. We wisten al langer dat dat niet houdbaar was en dat dat tot onrust zou leiden. En het was precies zo'n heroverweging van dat momentum beleggen wat we in oktober zagen en dat is nog niet voorbij. Het probleem bij die aandelen is dat je die eigenlijk niet kunt prijzen. Als je een bedrijf neemt als Amazon bijvoorbeeld, dat is niet alleen een distributiegigant, maar ook een hele grote business services provider met een enorme cloud computing business. Als het in allebei die takken de grootste van de wereld wordt, is het bedrijf straks nog veel meer waard dan nu. Maar tegelijkertijd heb je in die sector ook heel veel innovatie en disruptie. En het is relatief gemakkelijk voor nieuwkomers om marktaandeel te verwerven. En de levenscyclus van technologiebedrijven is veel korter dan die in andere sectoren. Als dat met Amazon of Netflix of Google of Facebook gebeurt, kan het zijn dat de eindwaarde van een bedrijf over 15 jaar nul is. En dat verschil tussen de best case en de worst case scenario's betekent dat er nog meer uitbarstingen van volatiliteit zullen komen. Maar er zijn ook andere redenen voor meer volatiliteit en dat zijn de dislocaties in de markten die op den duur gecorrigeerd zullen moeten worden. De grootste daarvan is de kloof tussen het rendement op activa en het rendement op de arbeid, de lonen. De laatste 10 jaar hebben beleggers in activa fenomenaal veel verdiend, maar de lonen zijn niet of nauwelijks gestegen. Historisch gezien is dat heel ongebruikelijk. Het is daarom waarschijnlijk dat de lonen gaan stijgen of het rendement op activa gaat dalen of dat het allebei gebeurt. Een andere dislocatie, weliswaar wat kleiner maar ook belangrijk, is het verschil in rendement tussen de aandelenmarkt in Amerika en de rest van de wereld. Dat is op lange termijn ook niet houdbaar, zeker niet in een wereld van heuse multinationale ondernemingen. Het is gewoon bedenkelijk om een bedrijf enkel op basis van zijn locatie te waarderen. Het is wel zo dat de belastingverlagingen de Amerikaanse prijswaarderingen opgeschroefd hebben, maar dat verklaart niet de hele premie en de prijs van die bedrijven. En de laatste dislocatie is die tussen aandelen die als interessant en andere die als saai beschouwd worden. De zogenaamde groeiaandelen, zowel kwaliteitsaandelen als technologieaandelen, hebben de bullmarkt aangedreven, terwijl cyclische aandelen het onderspit gedelft hebben. Dat is wel verrassend, gezien het relatief sterke macro-economische klimaat, zelfs met de recentere groeivertraging. Het lijkt erop dat beleggers dit risico ook aan het herwaarderen zijn. Het is niet zo gebruikelijk, maar het zou kunnen dat die traditioneel minder interessante aandelen de markt gaan aandrijven in de laatste fase van de bullmarkt. Maar dat we nog niet helemaal aan het einde staan, zien we aan het gebrek aan irrationele uitbundigheid die normaal aan het keerpunt vooraf gaat. Behalve dan in die grote technologieaandelen waar we dat wel wat gezien hebben. Bovendien is er heel veel cash die niet belegd is en weer in de markten kan vloeien als waarderingen wat attractiever gaan lijken. Maar het is wel tijd om wat meer beveiliging in te bouwen. Lange termijn obligaties kunnen bijvoorbeeld als een hedge gebruikt worden, vooral treasuries en beter nog misschien inflatiegekoppelde treasuries. Traditionele value-aandelen in de VS lijken nu ook aantrekkelijker dan groeiaandelen. Behalve financiële aandelen, want die hebben hun eigen problemen. En aan het einde van de cyclus zijn pure beta-beleggingen ook niet meer zo aantrekkelijk. Dit zijn de periodes waar normaal gezien actieve beleggingen het beter doen. Beleggingsstrategieën die een positief rendement opleveren, ongeacht wat de aandelenmarkten doen, zijn dan vooral interessant.